serieus, ik kan niet meer runnen. Dus ik ga er gewoon naartoe. Yay! Chris hangt. En wat een gewicht. Dank je, jij ook. Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt. We zijn op dit moment onderweg naar La Plaine des Bois. Een water in de buurt van Parijs. Bestaande uit een tweetal wateren, Etang 1 en Etang 2. Ik heb van Bas begrepen dat er hard wordt gewerkt om er een mooi karpelparadijs van te maken. Stekken aangelegd, accommodaties gebouwd en vissen uitgezet. Dus ik ben benieuwd en we gaan het meemaken. Oh, goedemorgen, we zijn hier nu aangekomen, Kenny en ik, op La Plaine des Bois. Etang 1, etang 2 ligt naast elkaar. Het zijn prachtige wateren, zoals u achter mij kan zien. Dit is etang 2 met een fantastisch chalet die nieuw is gebouwd. En zoals u misschien ook wel kan horen, wordt een eindje verder eenzelfde chalet als dit chalet gebouwd aan etang 2. Aan etang 1 komt één chalet. Dus het wordt hier omgetoverd tot een waar karpenparadijsje. En slaap. Boody. Honey. Yay!
Super mooie strijder. Gave schubkarper. De hengel ging af toen Kenny op het toilet zat. Gauw er naartoe gerend, hengel opgepikt. Gave drill, super mooie vis. Gevangen op de kreef, pop-up. 15 mm. Op een Ronnie rig. Toppie! Mwah. Ik ging wel heel snel weg. Of niet? Ja, die wou naar huis. Flash! Bien, hè, Pesh? Oei! Zo, super mooie vis gevangen. Hier op La Plaine des Bois, etang 2. Ja, een vol schub / rijenkarper. Zeg het maar, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind hem echt prachtig.
gevangen op 20 mm de Crave Boilie, getopt met een rode hit en run wafter, kilootje op 14, schitterende vis. De voerspot had ik ruim aangevoerd met 20 mm losse de Crave Boilies. En ja, eigenlijk een paar uur later was het al raak met deze beauty op de mat. Echt heel erg blij mee. Echt ja, een van de eerste en ook de mooiste vissen van het jaar. Dus ze gaat weer terug. Mwah! Zo, goedemorgen allemaal. Wat is er nou heerlijker dan in de ochtend op deze manier naar buiten te gaan. Zonnetje op je gezicht.
aan de waterkant. Karpervissen. Heerlijk. Echt genieten. Ja, en ik blijf het herhalen in januari. Het is nu in de 20 januari. Heerlijk. Goedemorgen iedereen. Welkom op Plein du Bois. Dus steek water in. Een prachtige volschip kunnen vangen deze morgen. Mooie 10 kilo. Het water zit er echt van vol, het schijnt. Echt fantastisch. Gevangen op een enkel single bolly. Red Anemo. Ideaal voor deze koude temperaturen. En deze knoepert heeft er ook niet kunnen laten. De zak zat gewoon vol van de bolies van deze week. Dus gewoon prachtig hier. Het is ondertussen ook al nummer 6, denk ik. 5 of 6. Maar ideaal voor in de winter. Het was wel koud deze morgen. Lekker min 2. Alles goed aangevroren. Had hem zijn eigen aanmelden. Maar kou kunnen we trotseren. En hij lag er ook niet van wakker. Supervis, man. Gefeliciteerd. Dank u. Yay. En nou, hop naar de volgende. Vanochtend ging de pieper en deze prachtige dame kwam zich melden. 20,8 kilo. En ze wist een single red ammo bottombait niet te weerstaan. Woe! Het is prachtig hier op La Plaine des Bois. Het is koud, maar ondanks de kou geven de vissen echt een gigantische strijd. Ook deze dame, die wist van wanten. Ongelooflijk. Wat een beauty. En wat een gewicht. Prachtig. In het ochtendzonnetje. Genieten. Zo, dit is echt een super mooie ochtend in januari, want we hebben gewoon net een 20,8 kilo zware vis gevangen. Een fantastische spiegel bij een watertemperatuur van een graad of 3 en het heeft vannacht min 2 gevroren. Het ijs stond op de hengels,
Met de hand in de mouw heb ik staan drillen. Maar het is gelukt. Ze is over het netkoord gegleden en echt fantastisch, wat een vis. Super blij mee. Het is dik genieten hier op La Plaine des Bois. En volgens mij heeft Kenny nu een run. Dus ik ga er gewoon naartoe. Heb je hem? Yes, yes, yes. Goedemorgen iedereen. We hebben weer prijs gehad deze morgen. Ondanks de vrieskou van deze nacht. Een mooie 16 kilo spiegel. Wederom op de Dynamite Red Ammo van 20 mm single hook baits. Gepresenteerd. Deze knoepert. Mocht het super graag. Echt niet te doen. Heeft een gevecht geleverd. Niet te schatten eigenlijk voor toch deze wintermaanden. En ik ben er super blij mee met een van deze vangsten. Hopelijk komen er nog steeds meer. Hopelijk beter het een beetje. Maar ik denk het wel. Maar het geval ziet, het weer is super. Ondanks de vrieskou is het perfecte weer voor te vissen. We gaan deze dame nog even snel een paar foto's van trekken voor het de mat er vandoor gaat. En dan kan hij ook weer terug. Vruchtendansje! Booms! Jawel! Netjes!
Volle maan. Gedaan, klasse! Misschien is het leuk om het chalet even van binnen te laten zien. Het is nog niet af, maar geeft misschien wel een leuke indruk van de ruimte en de mogelijkheden. Er zit keurig op slot, goed op slot ook. En het ziet er van binnen fantastisch uit. Laminaat op de vloer, dus ik doe even mijn schoenen aan, netjes te houden. Er staat op dit moment een bed. En volgens mij is het een uitklapbed, maar dat staat er even tijdelijk. Het wordt volledig ingericht, heb ik begrepen. Van alle luxe voorzien, maar dat zal je verder lezen op onze website. En er komt stroom in. De draden hangen al klaar. Er komt licht in. En het uitzicht op het water is fenomenaal, vind ik zelf. Kijk eens. Fantastisch! Hier binnen zit, kan je hengels mooi zien staan. Je zit net iets hoger dan de hengels, dus je hebt goed overzicht. En daar gaan vast veel mensen heel veel plezier van beleven. Schuif het weer naar buiten. Komt hier onder de trap, zodat je ook vanaf hier snel naar buiten kunt. Geen bifi nodig hebt, maar het is absoluut mogelijk gezien de ruimte om er een bifi hier neer te zetten. Dus La Plaine des Bois, mensen, super!
En het zonnetje komt erdoor. Yay! Nou, gisteren had ik eigenlijk alles al opgeruimd. Om vandaag nog even te kunnen filmen, foto's maken. We hebben alle spullen in het huisje gezet wat nu dient als wc. Dus we gaan, ook straks wordt dat trouwens opnieuw gebouwd. Dit is een tijdelijke voorziening. Daarnaast komt het toilet met een douchevoorziening dit jaar. Dus dat was wel lekker. Ja. Dus alles even vanuit het huisje in de camper plaatsen. En dan op weg naar huis. Het is op een comfortabele reisafstand gelegen van België en Nederland. Dus dat is wel zo prettig. En ja, super leuk gehad samen. Fantastische dagen gehad. Ja. Alle geluk hebben we mooi weer gehad ook. Zeker, ja. Mooie vangsten gedaan. We kijken weer al uit naar het volgende. Hey, super bedankt voor je hulp. Yes. Heel blij mee. Alles perfect gegaan. Ja. Yeah. Bedankt voor alles. Ja, ook bedankt voor alles, Kenny. Merciekjes. Tot. Lieve groetjes aan je moeder. En je vader natuurlijk. En je zus. En Boke. Vooral Boke. Boke kan mij niet stellen. Ja, en jij haar ook, hè? Ja. Dat is leuk, hè? Doei.